Goedemorgen allemaal, welkom bij het webinar over de BTW-wijziging. Mijn naam is John Huberts en ik zal jullie vandaag laten zien welke gevolgen de BTW-wijziging heeft voor SAP. Op zich is het niet zo'n hele spannende wijziging, maar het zijn wel dingen die je een keer gezien of gedaan moet hebben. De agenda voor vandaag om de BTW-wijziging te bewerkstelligen. Kennen we eigenlijk twee methodes. De eerste methode is het aanpassen van de huidige BTW-code. En de tweede methode is het aanmaken van een nieuwe BTW-code. Bij methode 1, die zal wat makkelijker zijn voor de meeste gebruikers. Bij methode 2 komen wat meer haken en ogen naar boven. Sommige mensen kiezen er toch voor om specifiek een nieuwe BTW-code aan te maken. Nou, in deze webinar gaan we vooral de verschillen laten zien en waarom er een voorkeur is voor een bepaalde methode. Als eerste ga ik jullie laten zien in SAP hoe wijzig je een BTW-code. En daar hebben we een aantal voorbeeldscenario's voor. Die zullen een stukje complexer worden naarmate ze vorderen. Het zal heel eenvoudig beginnen en naarmate de scenario's vorderen, zullen ook de BTW-scenario's wat complexer worden. Voor methode 2 zijn wat meer zaken noodzakelijk. Allereerst dient een nieuwe BTW-code aangemaakt te worden. Die dient gekoppeld te worden aan het BTW-rapport. En je ziet, er zijn bij methode 2 een flink wat stappen nodig om dit te bewerkstelligen. Een groot gedeelte heeft te maken met stamdata, dus artikelen zakenpartners. Een ander gedeelte heeft te maken met alle transacties die in SAP voorkomen. Mijn persoonlijke voorkeur is dan ook om methode 1 toe te passen. Mocht je toch methode 2 kiezen, neem dan eventjes contact op met ons. Wellicht dat we samen een stappenplan kunnen definiëren. Dit is namelijk klantspecifiek en situatieafhankelijk welke stappen er genomen moeten worden. Nou, het is echt waar, zelfs met tegenwind is het wijzigen van een BTW-tarief maar 5 minuten werk. Tijdens mijn presentatie zal ik switchen tussen mijn PowerPoint-presentatie en het SAP-scherm. Aan de hand van de voorbeelden die we zien in de presentatie zal ik naar SAP gaan en toelichten waar we op moeten letten en hoe we het kunnen bewerkstelligen. Als eerste het aanpassen van de huidige BTW-codes. Daarvoor gaan we naar dit menu-item, BTW-codes, en ik zal dat nu laten zien in SAP zelf. Als eerste beheer, definitie, financiële boekhouding, belasting, BTW-codes. Een snellere manier wellicht is als ik in het menu zoek op BTW. Dit zal precies hetzelfde scherm openen. In mijn voorbeeld alle BTW-codes die op dit moment gedefinieerd zijn. Om het wijzigen van het BTW-laagtarief te bewerkstelligen, is het noodzakelijk om voor de BTW-code te dubbelklikken. Dus ik selecteer de juiste BTW-code die ik wil wijzigen. En ik geef hierin de ingangsdatum van de nieuwe BTW. Welk percentage moet dan gerekend worden? Of met welk percentage wordt er dan gerekend? Dit zijn twee stappen. Eentje voor te vorderen BTW. En eentje voor af te dragen BTW. Dubbelklikken. Datum toevoegen. Welk percentage moet er dan gerekend worden? Eigenlijk zijn we nu klaar met instellen van SAP. De andere methode om de methode 2 een nieuwe BTW-code definiëren gebeurt in hetzelfde scherm. Ik heb er al eentje gedefinieerd.
Ik zal nog een nieuwe maken. De naam van de btw-code. Type af te dragen of te vorderen btw. En ik klik op btw-code en ik zie eigenlijk het vergelijkbare scherm zoals ik dat net zag. Ingangsdatum 1 januari 2019. Percentage 9%. En er wordt nog gevraagd op welk grootboek dient deze btw geboekt te worden. Bij methode 2 ben ik niet klaar, want ik zou dan eerst moeten onderzoeken waar komt de oude btw-code voor bij zakenpartners, waar komt de oude btw-code voor bij artikelen. En tenslotte moet ik alle verkoop- en inkoopdocumenten gaan controleren op de oude btw-code en die vervolgens gaan wijzigen. Ik switch eventjes terug naar de PowerPoint. Qua instellingen hebben we het eigenlijk nu gehad in SAP. Nu zijn er natuurlijk een aantal vragen die nu opkomen. Wat gebeurt er als bepaalde oude documenten geleverd of gefactureerd gaan worden in een nieuwe periode? Nou, die scenario's heb ik voorbereid. En het eerste scenario wat ik dat begint vrij eenvoudig. Ik maak een verkooporder aan in 2018. Er wordt geleverd in 2019. Wat zal dan het btw-percentage op de factuur worden? Ik switch eventjes terug naar SAP om de scenario's te kunnen laten zien. Ik ga ze niet allemaal één voor één handmatig invoeren. Ik heb deze al voorbereid. En aan de hand van de voorbereide scenario's kunnen we zien wat er financieel gaat gebeuren. Nou, scenario 1. Wat gebeurt hier? Een handige tip ook voor de marketingdocumenten normaal. Met de rechtermuisknop in de header te klikken, kan ik een relatiekaart openen. En ik zie in mijn relatiekaart de klantorder is aangemaakt op 31/12. De levering vindt plaats op 1 januari en de factuur is ook 1 januari gefactureerd. Door te dubbelklikken zou ik ook het marketingdocument zelf kunnen openen. Boekingsdatum 31/12/2018. Hiervan zou nog het oude btw-percentage van toepassing zijn. Ik heb een artikel waarop btw laag zit en ik zie inderdaad in mijn scherm de btw die berekend wordt is nog 6%. Op het moment dat ik een nieuwe verkooporder of factuur zou aanmaken en ik zou de boekdatum naar 1 januari 2019 zetten, zal die automatisch het juiste btw-percentage gaan berekenen. Klantorder december 2018. Er wordt geleverd in januari 2019. Ik open even de levering. Als ik in mijn scherm kijk, dan zie ik dat bij de levering wordt er al 9% btw berekend. Dus de order is aangemaakt in de periode 2018. Er wordt geleverd in 2019 en SAP zal zelf het nieuwe percentage gaan berekenen. Van order naar levering naar factuur. Ook op de factuur wordt 9% btw gerekend.
Wat hebben we gezien in scenario 1? De verkooporder is in 2018 aangemaakt. Er werd geleverd in 2019. En ook gefactureerd in 2019. Stelregel is, het moment van leveren is bepalend wanneer de btw berekend gaat worden. Krijgen we scenario 2, die wordt al iets complexer, maar nog steeds heel goed te begrijpen. We hebben een offerte in 2019, die wordt een verkooporder. Er wordt geleverd in 2018, maar de factuur zal pas plaatsvinden in 2019. Dit is scenario 2 wat ik heb voorbereid. En ik switch nu weer eventjes naar SAP om dat te kunnen laten zien. Al mijn voorbeelden die heb ik geboekt op 31.12, dus dat is relatief makkelijk zoeken. Scenario 2. Ook hier weer via de rechtermuisknop relatiekaart. Nou, ook hier in dit voorbeeld, wat is er gebeurd? Klantorder aangemaakt in 2018. Er wordt geleverd in 2018. Maar de factuur vindt plaats in 2019. Creditnota nog bezig. Een nieuwe ontwikkeling. We hebben er zelfs een creditnota van gemaakt. Klantenorder geboekt op 31.12. De btw die berekend wordt is nog 6%. Totaalbedrag ook 106. Geleverd is er ook nog in 2018. In mijn voorbeeld nog steeds 6% btw gerekend. De factuur die volgt op de levering, die is wel al in 2019 geboekt. En de vraag is dan, wordt dit 6 of 9%? Nou, we hebben zojuist al gezien, het moment van leveren is bepalend voor de btw-bepaling. Er is geleverd in 2018, dus ook de factuur zal nog het oude btw-percentage vertonen. Dit is eigenlijk het scenario 3 of 4, weet ik niet meer uit mijn hoofd. Ik zie dat hier ook een creditnota is aangemaakt. De vraag is dan, goh, ik factureer in 2019. Misschien is dat al 9%. Als ik ga crediteren, crediteert hij dan tegen 9% of tegen 6%. Op de creditfactuur is ook 6% berekend. Dit heeft te maken op het moment dat ik ga crediteren, zal altijd gekeken worden naar het brondocument. In dit geval de factuur was ook 6%, dus de creditnota is ook 6%. Even kort samenvattend, we hebben weer gezien dat de levering plaatsvond in 2018. Daarmee zal de factuur ook nog 6% vertonen in 2019. Nou, deze hebben we net eigenlijk ook al gezien. Twee scenario's in één keer gezien. Ik factureer in 2018. Ik maak een creditnota in 2019. Welk bedrag komt er dan op de creditnota te staan? Ik open eventjes via de rechtermuisknop de relatiekaart. Ik denk dat scenario 2 en 3 omgedraaid zijn. Hetzelfde voorbeeld.
Klantorder wordt aangemaakt 31/12/2018. Gefactureerd. Graag scenario. Gefactureerd ook in 2018 blijkbaar. Het vorige voorbeeld hebben we al gezien hoe de creditnota eruit kwam te zien. Ook hier is de stelregel. Het moment van leveren is bepalend voor wanneer de BTW berekend gaat worden. Een iets complexere. De verkooporder vindt plaats in 2018. Ik lever netjes ook in 2018. Een gedeelte van die levering wordt retour genomen. Hoe ziet die factuur er dan uit? Wordt hier gezegd, dit is nog tegen 6% of worden de retouren geboekt tegen 9%? Via de rechtermuisknop weer naar relatiekaart om het proces te kunnen volgen. Eigenlijk is die zo. Er wordt een klantorder aangemaakt. Er wordt geleverd. Een gedeelte wordt retour genomen. Hoe ziet die eindfactuur eruit? Ik heb een klantorder aangemaakt in het vorige boekjaar voor een aantal van 10 stuks. Ik heb er ook fysiek ook 10 uitgeleverd, dus de levering bedroeg ook 10 stuks. Maar om een of andere reden heb ik er 5 retour genomen. Dus verkooporder 10, levering 10, retour 5. Uiteindelijk zullen er 5 gefactureerd gaan worden. De retour heeft plaatsgevonden na de BTW-wijziging. De vraag is dan, hoe ziet die slotfactuur eruit? De slotfactuur, levering, retour en dan uiteindelijk de factuur. Er worden er 5 gefactureerd. En je ziet inderdaad, er wordt 6% BTW in rekening gebracht. Ook hier weer de stelregel. Het moment van leveren is bepalend voor wanneer de BTW berekend gaat worden. Levering vond plaats in 2018, even samenvattend. De retouren die zullen altijd hetzelfde zijn als het brondocument, de levering. Dus de uiteindelijke factuur zal ook met 6% belast gaan worden. We krijgen nu een iets complexer voorbeeld. De laatste 2 scenario's hebben betrekking op vooruitbetalingen. Ik maak een verkooporder aan. Er vindt een vooruitbetalingsfactuur plaats. Die wordt netjes betaald, maar er wordt pas geleverd in 2019. We kennen hier 2 varianten in. Eén is de vooruitbetalingsfactuur en de andere is de reservefactuur. En beide gaan verschillend om met de BTW-berekening. Wat is hier gebeurd?
Mijn blokjes worden al wat meer. Er is een klantorder aangemaakt. Wij verwachten van de klant dat hij vooruit gaat betalen. Heeft hij ook netjes gedaan. Dan wordt er uiteindelijk geleverd. En er wordt een eindfactuur aangemaakt. Het verschil tussen de vooruitbetalingsfactuur en de reservefactuur is onder andere dat een vooruitbetalingsfactuur altijd wordt afgestemd met een eindfactuur. Bij de reservefactuur is dat niet het geval, maar dat zullen we in het volgende scenario gaan zien. Ik ga ze stap voor stap laten zien wat er gebeurt met de BTW en financieel. Nou, als eerste de klantorder, 31.12 aangemaakt. Deze keer zijn het er 100. Hier wordt nog gerekend met BTW 6%. Financieel gebeurt hier nog verder niks. Er is alleen een klantorder aangemaakt, is nog niet geleverd, nog niet gefactureerd, nog niet betaald. Maar SAP rekent wel met 6% omdat de boekdatum voor de wijzigingsdatum ligt. We hebben een vooruitbetalingsfactuur naar de klant gestuurd voor 100%. Ik zie dat hier beneden. Het volledige bedrag van de order moet vooruitbetaald worden. Ik wilde hier eventjes extra laten zien wat er financieel gaat gebeuren. Dus ik open hiervoor de journaalboeking. En dat doe ik ook met door de rechtermuisknop. Het menu te openen en te kiezen voor journaalboeking. Als ik naar de financiële boeking of de journaalpost ga kijken, wat dan in ieder geval opvalt, is dat er geen omzet geboekt wordt. Op het moment van vooruitbetalingsfactuur zal er geboekt worden op ongeveer op een tussenrekening vooruitbetalingen. Bij de reservefactuur wordt hier wel omzet geboekt, maar dat gaan we zo meteen zien. Dus debiteuren aan te betalen BTW aan vooruitbetalingen. Nou, de klant heeft ook netjes die vooruitbetalingsfactuur voldaan vooraf. En op het moment dat die betaald is, gaan we zeggen, nu gaan we leveren. Levering vindt ook plaats in het nieuwe boekjaar na de BTW-wijziging. En ik zie inderdaad, er wordt nu 9% berekend omdat de leverdatum na de wijziging is van de BTW. In het proces van vooruitbetalingen is klantorder aangemaakt. Dan volgt de vooruitbetalingsfactuur. Netjes voldaan door de klant. Ik ga leveren in 2019 en uiteindelijk komt er een slotfactuur. Bij een vooruitbetalingsfactuur zal altijd afgestemd worden met een slotfactuur. Als ik naar het totaalbedrag ga kijken, dan is dat misschien een raar bedrag, dus 300 euro. Dit is precies het verschil in BTW tussen 6% en 9%. Ik open eventjes de journaalpost om te illustreren wat er financieel gebeurt. Dit is de originele BTW die in rekening is gebracht. Op de vooruitbetalingsfactuur, die wordt tegengeboekt. Op de nieuwe factuur wordt al gerekend met 9%, 900 euro. Het verschil daartussen zal ongeveer 300 euro zijn. Vooruitbetalingen die zijn geboekt op de vooruitbetalingsfactuur, 10.000 euro.
En die 10.000 euro wordt ook van de omzet geboekt. Wat er overblijft is een debiteurenbedrag. De klant moet nog betalen 300 euro. En dat is precies het verschil tussen deze twee BTW-bedragen. Zal ik nog eventjes kort toelichten aan de hand van de PowerPoint-presentatie wat er precies gebeurt. Op zich ziet het er wat complexer uit, maar het valt allemaal wel mee. We hebben een verkooporder aangemaakt. We hebben gezegd die wordt volledig vooruitbetaald. Dus we hebben een vooruitbetalingsfactuur gegenereerd. En op dit moment zal SAP nog 6% BTW gaan rekenen. Financieel debiteuren aan vooruitbetalingen aan af te dragen BTW. Voor de 6% voor het oude tarief. Dan krijgen we de betaling netjes binnen, nog voor het einde van het boekjaar. En we leveren in januari uit. Dit is trouwens andersom. Bij de levering wordt dan geboekt kostprijs aan voorraad. Ik zie dat ik hier een foutje heb gemaakt, maar de boeking is kostprijs aan voorraad. Laatste stap. We gaan de vooruitbetalingsfactuur afstemmen. Hier wordt wel 9% al gerekend. Wat er overblijft, is het verschil tussen die 6 en die 9%. In ons geval 300 euro. Vooruitbetalingen kunnen we op twee manieren realiseren in SAP. Eentje hebben we net laten zien, dat is de vooruitbetalingsfactuur. De andere methode is de reservefactuur. Vergelijkbaar scenario: we maken een verkooporder aan in 2018. We creëren een reservefactuur. We willen dat dit vooruitbetaald gaat worden. Betaling vindt netjes plaats in 2018. Daarna gaan wij leveren. Wat al opvalt in het proces, is dat hier geen stapje achter meer zit. Eindfactuur of slotfactuur. De reservefactuur die zal niet worden afgestemd met een slotfactuur. In het proces wordt bij de reservefactuur de omzet al geboekt en niet op vooruitbetalingen geboekt. Financieel is dit een wezenlijk verschil. Wanneer wordt BTW berekend? Nou, bij de omzet. Bij de reservefactuur wordt hier de omzet geboekt. Bij de vooruitbetalingsfactuur wordt bij de slotfactuur pas de omzet geboekt. Eventjes terug naar SAP. Scenario 6, 10 stuks. Eigenlijk is die zo. Er wordt een verkooporder aangemaakt. De vooruitbetaling die willen wij via een uitgaande reservefactuur. Die wordt netjes betaald en op het moment dat het betaald is, gaan we pas leveren. Van de verkooporder naar de uitgaande reservefactuur. We zien in ons voorbeeld, hij is echt nog in 2018 geboekt. Totaalbedrag ook 6% BTW in rekening gebracht. Wat gebeurt hier financieel nou? We hebben net de vooruitbetalingsfactuur gezien. Hoe zit het dan met de reservefactuur? Ook hiervoor open ik weer de journaalboeking via de rechtermuistoets. Debiteuren, af te dragen BTW, omzet. Een groot verschil met de vooruitbetalingsfactuur is dat bij het moment van de reservefactuur wordt meteen de omzet geboekt. En op het moment dat de omzet geboekt wordt, ben je ook BTW-plichtig, dus zal 6% BTW in rekening gebracht worden.
We hebben bij alle voorbeelden gezegd, het moment van leveren is bepalend voor wanneer de BTW berekend wordt. Nou, ik zie hier wel 9% staan, maar deze levering is al gefactureerd. Ik heb hier alleen de kostprijs aan voorraadboeking. Hier zal nooit een BTW geboekt gaan worden. Even terug naar de presentatie om het toe te lichten. Hetzelfde proces zoals we dat net doorlopen zijn. De reservefactuur wordt gecreëerd op basis van een verkooporder. En hier wordt de BTW berekend. Dus in mijn geval nog het oude tarief, omdat het in 2018 is. Bij de levering krijg je dan de journaalboeking, kostprijs aan voorraad. Even samenvattend, wat hebben we nu gezien in die zes scenario's? In het algemeen kan men stellen dat het moment van leveren bepalend is wanneer BTW berekend gaat worden in SAP. Uitzondering hierop is het laatste scenario wat we gezien hebben, de uitgaande reservefactuur. Hier wordt de BTW al geboekt omdat ook de omzet geboekt wordt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het inkoopproces. Het moment van goederenontvangst is bepalend voor de BTW-berekening. Uitzondering ook aan de inkoopzijde, de inkomende reservefactuur. Nu zullen er nog steeds mensen zijn die zeggen van ik wil per se een nieuwe BTW-code definiëren met een nieuw grootboek. Want ik heb geen matching meer met mijn grootboek. Ik heb een grootboek af te dragen BTW laag. Als ik dat doorreken, is dat altijd 6%. En op het moment dat ik een nieuw percentage ga definiëren en ik zou dat op de oude manier doen, is er angst dat er geen matching meer zou zijn. Die angst probeer ik weg te nemen door gewoon het BTW-rapport te laten zien zoals dat in SAP gegenereerd wordt. Het BTW-rapport dat zit onder financiële rapporten. Boekhouding. Belasting. BTW-rapport. Ik pak eventjes de periode december 2018 tot en met typfoutje. Tot en met 31 januari 2019. Dus precies de overgangsperiode van de BTW. Pak eventjes als voorbeeld BTW-code A1, af te dragen BTW laag. In mijn BTW-rapport zie ik al dat er en met 6% gerekend gaat worden en met 9%. Dit alles is op hetzelfde grootboek terug te vinden. Eventjes wat groter. Vanaf hier, deze periode, hier werd nog met 6% gerekend. Aan de bedragen kan ik dat ook wel redelijk achterhalen. Vanaf 1 januari
wordt er met 9% gerekend. Dus ook de angst, mijn matching klopt niet meer op het grootboek, is gewoon goed geregistreerd. Er wordt gewoon onderscheid gemaakt. Dit is 6% geweest, vanaf nu is het 9%. Dit is eigenlijk, meer is er niet te vertellen over BTW. Ik heb laten zien hoe we de BTW-code aanpassen en dat was een vrij eenvoudige methode. Ik heb ook aangehaald dat er een tweede methode is. Mocht je daar gebruik van willen maken, neem dan eventjes contact met ons op, want dat heeft wat meer gevolgen en voeten in de aarde dan eventjes een wijziging doorvoeren. Ik kijk eventjes op de chat of er vragen zijn. Die zijn, kunnen jullie nu stellen. Er is een vraag, maar ik moet hem eventjes. Ik heb een vraag: worden retouren geboekt tegen 9%? Dat is scenario 4. Ik neem het scenario eventjes opnieuw bij. Het was dit scenario. We leveren in 2018 10 stuks. Er komen er 5 retour. Welk BTW-percentage wordt berekend op de factuur? Hiervan hebben we gezien, ik zal het zo ook in een SAP laten zien nog een keer. Het moment van leveren is bepalend voor de BTW-code. In ons geval dus 6%. Ik neem maar 5 retour. Dus de retouren die hebben altijd betrekking op het brondocument, de levering. Dus ook hier zal 6% in rekening worden gebracht. We hebben misschien in het scherm gezien 9%, maar heeft op de factuur geen invloed gehad. Ik zal dat nog even kort in SAP laten zien. Levering 10 stuks vindt nog plaats in 2018. 6% BTW. Eventjes wat overzichtelijker maken. Ik heb er 5 stuks retour genomen. Voor de financiële mensen bij een retourboeking of een levering zelf vindt geen BTW-boeking plaats. Als ik dan kijk naar de slotfactuur, geleverd 10, ik heb er 5 van retour genomen, dus de slotfactuur uiteindelijk 5 stuks. Ik zie op de slotfactuur, er wordt echt gerekend met 6% BTW. Omdat de levering heeft plaatsgevonden in 2018 en niet in 2019. Kan eventjes niet zien wie die vraag gesteld heeft. Danielle, de vraag was van jou. Ik hoop hiermee jouw vraag voldoende beantwoord te hebben. Eigenlijk is het zoals we dat in bijna alle scenario's gezien hebben. Het moment van leveren is bepalend voor welk BTW-percentage berekend gaat worden. Daar komen we eventjes.
Ik zie wat vragen voorbij komen, maar het is een beetje klein, dus ik moet eventjes. En er is een andere vraag die zegt: hoe kunnen wij bij het maken van een creditnota het btw-percentage wijzigen naar 6% in plaats van 9%? Die vraag, ik zal dit laten zien. Die vraag is afhankelijk wanneer de originele factuur geboekt is. Op het moment dat ik een creditnota ga maken op basis van een factuur, dus de factuur heeft plaatsgevonden in 2018, in 2019 ga ik crediteren. Op dat moment zal het originele btw-percentage gebruikt worden. De vraag hier is: hoe kan ik dan toch handmatig van 6 naar 9% of andersom? Ga ik laten zien. Ben ik eventjes afhankelijk. Dus er zijn twee scenario's mogelijk. Maak er eventjes 100 euro van, dat rekent makkelijker. BTW-code A1 zit hier aangekoppeld. Dus 6% BTW, sorry, ik moest eventjes nadenken. En dus scenario 1, er wordt een creditnota gemaakt op basis van een uitgaande, van een bestaande factuur. Kopiëren naar uitgaande creditnota. Op het moment dat ik de creditnota ga genereren en het brondocument heeft nog het oude btw-percentage, zal ook op de creditfactuur het oude btw-percentage plaatsvinden. Ook al zou ik hier zeggen. Creditnota is gebaseerd op een factuur uit 2018. De correctie heeft dan hetzelfde btw-percentage als het brondocument. Scenario 2, en dat komt wat minder vaak voor, denk ik. Ik maak een rechtstreekse creditnota aan. Misschien wat. De vraag is hier: goh, SAP gaat nu rekenen met 9%, maar ik wil er toch 6% van maken. Dat is denk ik de originele vraag. Ik mis hier een kolom totaal BTW of BTW-bedrag. Die ga ik eventjes opzoeken. Ik moet hier percentage kunnen wijzigen.
Kan hem eventjes niet zo snel vinden. Eventjes kijken van wie is die vraag. Erik, ik ga jou na afloop van de sessie even bellen. Dit heeft te maken met een bepaald veldje wat ik eventjes zo snel niet kan vinden. Je kunt het btw-percentage daar selecteren en wijzigen. Dit is niet een gebruikelijke methode. Maar ik zal dit zo meteen eventjes toelichten. Ik scroll eventjes door de andere vragen heen. En dus de originele vraag was: kan ik het btw-percentage wijzigen? Dat kan, maar dat is niet aanbevolen. Ik neem zo met jou contact op, Erik, om dat toe te lichten. In 99% van de gevallen heeft een creditnota een brondocument factuur en zal daar ook het btw-percentage op gebaseerd zijn. Oké, bedankt Erik. Ik zal toch eventjes kort contact opnemen om te vragen of het duidelijk is. Zijn er op dit moment nog andere vragen of dingen die we niet gezien hebben of die ik gemist heb? Die hadden we al gezien. Ik was eventjes teruggescrollt naar scenario 4. Hoe kunnen wij. Op dit moment zijn er geen vragen meer. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht en tijd. Ons volgende webinar is op 8 november. Daar zal mijn consultant Jan Willem een webinar geven over SAP Mobile Apps. En mochten jullie zelf ideeën hebben, stuur ze alsjeblieft naar idee@domani.bs. Wellicht dat we dan ook een webinar kunnen organiseren voor onderwerpen die voor jullie op dit moment actueel zijn. Ik dank jullie voor jullie aandacht en veel succes met het wijzigen van de BTW-codes.